ga jij nou weer doen dan? Surfen. Surfen. Met wat? Rotterdam surfen, sterk. Oké, okay, fijn dit. Oh, en nu? Een hele goede middag allemaal. Ja, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stamman van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stamman van der Werf. En het is vandaag zaterdag 27 juli. Het is nu nog steeds middag, want het is een beetje laat geopend. Het is nu 17:55 uur, dus 17:55. Ja. En wat we gaan doen, weet ik nog niet. Maar dat hangt aan Roderick af, want ik heb hem dus namelijk een leuke huiswerk, een leuke opdracht gegeven om iets te gaan verzinnen. Voor een leuk uitje of zo, weet ik veel wat het gaat worden. Mag, het liefst een beetje geld kosten, is leuk. Want dan kunnen we jullie gezellig namelijk weer lekker meenemen. Iets met wat leuks. Ja. Dus wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ga jij eens laag? Zelfde bekkies ook, hè? Mm-hmm. Ja, zelfde bekkies. Zelfde gezichtjes ook, hè? Zie je, kijk er dan. Net. Laag blijven. Dat is mijn veter, ja. Ja, lieve mensen, gezellig. We zitten dus weer in de auto, nou niet weer. Het is nu 20:39. Het is al lekker in de avond, ja. En dat ik mijn vlog opende was het 17:55, dus 17:55. Maar we staan dus nu hier voor een groen verkeerslicht te wachten, want die ging nou net op groen. Hey. Dus we mogen lekker weer door. Het is een doorrijlicht op dit moment. Stonden voor het rode stoplicht te wachten en nu staan we voor het groene doorrijden. Ja, precies, inderdaad. Nee, maar we gaan gewoon gezellig naar Den Helder. Ja, hoe gek kan het wezen? Gezellig. Een beetje, ja, vandaag een beetje woordwisselingen gehad, maar dat heb je in een relatie. Ja, dus daarom was ik ook wat later begonnen en ik was ook gewoon moe, maar dat heb je als er, dus door deze hele rotzooi wat er in het hele land wereldwijd aan de hand is, kan je dus niet zo snel naar een huisarts. Nou ja, en jullie weten, door mijn maagverkleining heb ik gewoon vitamine tekort, gewoon ijzertekort, vitamine D en vitamine B12, dus ja. Dan wil dat nog wel eens even erbij insluipen dat je gewoon in één keer weer even heel moe bent en dan eigenlijk alleen maar wil slapen. Nou, en daar word je ook gewoon chagrijnig van. En ik had ook gisteravond tegen Roger gezegd, want ik kreeg ook weer pijn en bij mijn kneuzing, bij mijn voet. Door ons lieftallig hondje Lovely. Hè? Jee, we mogen weer. Hey, dat is lekker. Dus Dus dat. Dus daar werd ik al behoorlijk beroerd van. En toen zei ik al tegen Ro van, hij zet vanavond op. Dus het kan zijn dat ik morgen gewoon zagrijnig ben. Jo, ik was zagrijnig. Dat heeft Ro even geweten. Maar ja, in elke relatie is er wel weer wat. Dus ja, komt dat nu goed. Ieder huisje heeft een kruisje, toch? Ja, precies. Nou, kruisje plus, een weerteken of wat? Geen idee. Alleen, ik heb de kruisen andersom, hè? En naar beneden, ja, toch? Ja, weet je wat crucifix? Ja, weet ik veel hoe de buurman dat toen zei, maar... Ik dacht een crucifix had. Ik heb niet de kruis zo, maar de kruis zo eigenlijk andersom. Ja. Ja. Kruis met een laag streepje. Met een laag streepje. Maar dat is mijn litteken, dus ja. Kan er ook niks aan doen. En dat heeft meneer daarboven niet bepaald, Emma, meneer in het ziekenhuis, de liefdommige leuke chirurgen. Dus ja, daar kan ik ook niks aan doen.
Maar we nemen jullie wel gewoon even mee naar deze mooie reis weer naar Den Helder. Naar mijn lieftallige grote andere mama Ilona. Yep. En dan zijn we binnenkort eventjes daar een weekendje vertoeven. Of echt een weekend. Ilona mama. Ja. Ja. En dan niet ten nadele van mijn eigen moeder. Sowieso niet. Maar ik heb... kijk, mijn moeder is ook een schat van een vrouw. Tuurlijk. Maar ik heb met mijn moeder een hele andere band dan met Ilona door mijn verleden. Dus ja, ik zie Ilona, en dat weet mijn moeder ook overigens hoor, maar ik zie Ilona meer als mijn moeder dan mijn eigen moeder. Maar ja, dat komt ook gewoon door het verleden wat ik allemaal mee heb gemaakt. Dus ja, helaas, het is niet anders. Maar, wat ik ook al eerder zei, ik zou afgelopen woensdag... en naar Big OZ. Die krijgen jullie nog te zien in de vlog. Maar nou niet krijgen, maar die hebben jullie al gezien met de karaoke. Achter bij ons met de corona bingo. Daar ga ik dus een nummer mee schrijven. Maar ik ga dus ook een boek schrijven over mijn verleden. Yep. Het is toch bij. Dus dat. Dus ik wens jullie gewoon veel plezier. Nou ja, dat heb ik net ook al gezegd. Het blijft een beetje in herhaling vallen, joh. Waar ik last van. Nou, maar ik ga eerst eventjes met Roderick een beetje, zoals eventjes op de weg letten. Dus jullie zien me ons wel ergens daar vlakbij Amsterdam of zo. Want dan is het recht op recht aan. In mijn kanaal. Yes, sir. I love you. En nee, mensen, dit is nog geen Amsterdam. We zijn net Leiden voorbij. Het is al 10 uur. Het is een beetje laat. Zo, nee, dat is te gevaarlijk, lief. Om zo te gaan... Ja, dus, hè. Maar zo zien ze mij wel. Nee, maar ik ga deze vlog weer 2 vlogs maken. Dus ik ga weer werken. Lekker weer achter de bar ook. Ilona die helpt me ook gewoon geweld. Dus ja, dan ga ik weer lekker even achter de bar. En Roos ook gewoon gezellig mee. Dus... voordat ik weer klaar ben, is het ook alweer laat. Dus ja, jullie kunnen ons ongeveer laat morgen verwachten. Dus ik zou zeggen, tot over een aantal uurtjes, dus tot straks. Oh,
was het weer lekker in de ochtend. Het is nu 6:22. We rijden nu bij Wassenaar. Roosmoeder, dat is Keosina's lopen. Ik heb ook hele kleine oogjes gehad. Maar het was wel weer een leuke, gezellige avond. Lekker weer achter de bar gestaan. Dus, jij vond het ook leuk, hè? Hoe ik het deed, hè? Achter de bar. Lekker een beetje entertainen. Alleen Roos daarna is een beetje moe geworden. Dus hij zei van, weet je wat, pleiten. Ik ga van achteren. De mazzel is goed, schat. Ik ga wel verder, is goed. Dus ja. Het was om 4:30 dat er eigenlijk de laatste klant wegging. Is handig. Dus ja, en dan moet je nog eventjes weer even iemand veilig thuis brengen. Dat heb ik ook weer gedaan. Die hebben we ook weer gehad. Yay! Dus ja, al met al, het was gewoon weer gezellig. Ja. Ja. En nou lekker naar huis. Spulletjes opbergen. Het is morgen zondag. Deze week zo zijn we nieuwe wasmatten gaan halen, kopen, anders cadeau gegaan. Ik strek op de ref over, maar kijk, kan gebeuren. Een wasmand moet je toch zien? Nou, niet dus. Ik zag een hond niet en ik was eventjes de wasmand eventjes de zaak. Ja, best. Dus Roderick die heeft hard moeten lachen gisteren. Ja. Dus ja, ach ja, al met al is even nog een nieuwe wasmand kopen. Deze week, aankomende week. Niet deze week, want het is nou zondagochtend. Zondag. Dus ja, een verhaal kort te maken. Lekker naar huis nu. Even de boel even opruimen wat we mee hebben genomen. Rodi gaat even de hondjes een klein blokje geven. En dan is het lekker petje voor stravenwaken, kussenslopen, nummer, weet ik veel. Ja. Dus en dan tot straks dan. Nadat ik weer, dat als ik weer wakker ben, als jullie maar gewoon weer slapen gaan, waarschijnlijk. Ja. Ja, een hele goede avond. Het is alweer 6:30 in de avond. Het gaat lekker zo. Lekkere tijden als ik ga vloggen. Het is echt bizar. Maar we zijn dus nu even weer aan het rijden. Het gaat lekker zo. Maar nou niet naar de Helder, maar gewoon even naar de Jumbo. Ja, gewoon er nog even uit. Ik ben gewoon half moe. Maar als we terugkomen gaat Roderick even de hondjes doen. En ik de kooi even schoonmaken. Even naar achteren rijden. Yes, en gaan we die meneer. Yep. Het is lekker weer, maar mijn haar zit er voor geen meter en Roderick zijn haar ook niet. Hè? Zit hier tegenaan op een hele manier? Zit er tegenaan. Hè? Huh? Ja, dan moet je me plat gaan gooien. Dan moet... Ja, maar lieve schat, en je hebt je stoel ook gisteravond rechter gezet. Anders zat jij niet lekker. Ja, dat zeg ik. Want je was heel erg, niet moe, maar door die regen moest je wat meer grip hebben op en op je stuur. Dus je hebt hem wat bijgesteld. Maar nou zit hij beter, zeg, zei je. Ja. Mooi. Dus ja, wij gaan dus nu even naar de Jumbo. Gaat lekker zo, daar zeg ik al. De tijden van de vlogs om te gaan vloggen, het is gewoon bizar. Kom, groen! Ja, goed zo. Alleen dan moet ik echt gaan afleren, jongens. Dit, wat ik nou allemaal doe. Met groen en alles. Nou, en eigenlijk schelden. Nou ja, schelden wil ik niet zeggen, maar mopperen en andere weggebruikers. Moet ik echt gaan afleren, voorlopig. Becommentariseren. Hoe zei jij dat? Becommentariseren. Dankjewel, liefie. Ja, ik ben nog niet helemaal wakker, maar kunnen jullie ook wel zien aan mijn kleine oogjes, denk ik. Het is een keer leuk om Karen met kleine oogjes te zien. Waarom ga je niet aan die kant dan?
beetje sneller. Oh ja, maar dan kun jij doorrijden, hij niet. En dan moet je op hem wachten. En ik zie haar hem niet eens. Zo klein is het. Kijk, je leert het wel, dat is leuk. Ja, nou, dan wou ik het net gaan filmen. Maar je moet dus afstand houden van je tegenligger. Want je moet je hele tegenligger. Ja, jongens, ik ben nog lief. Ik ben nog moe. Tegenligger, nee. Ja, tuurlijk moet je afstand houden van je tegenligger. Godsamme mijne. Ja, maar ik ben nog moe. Mijn hemel. En jij hebt niet hoeven werken trap op trap af. Ik wel. Maar je moet afstand houden van je voorganger, wou ik zeggen. Voorganger. Dus als je nou even aan die kant gaat staan, dan kan ik dat laten zien. Wat ik bedoel, alsjeblieft. Ah, nou, het is nou weer groen. Wil ik niet. Ga nou op rood of zo. Ja, even gas erbij. Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Ja, en toen was het weer oranje, maar we waren net lekker over de streep. Joepie! Hartstikke deze show. Als je niet misselijk bent, dan weet je het nu. Als ik niet misselijk ben. Nee hoor, ik ben niet misselijk lief. Dat weet je. Nou, mensen. Lekker doorrijden. Ga jij weer lekker deze kant op? Goed zo. Blijf nou. Kijk, nou kan ik het hopelijk jullie laten zien wat ik bedoel. Kijk, als er dus een calamiteitenvoertuig aankomt, kan je dus nu nog mooi uitwijken die kant op. Want je moet de achterbumper zo van je voorlicht zien helemaal. Want je moet ook genoeg afstand houden van je van de stopstreep. Dus dan moet je niet overheen gaan, maar netjes ervoor. En je moet de hele achterbumper van je voorlichter zien. Yep. En die stopverkeerslicht doet het nog steeds niet. 11.2. Ja, 11.2. Maar wat gebeurde er nou net dan? Nee, stoplicht deed het niet. Ja, hoi mensen, hoi. Doe een mooie witte Tesla trouwens. En dit wordt steeds mooier en mooier ook, hè? Vooral als je nou de binnenkant hebt gezien. En waarom deze op rood zet als je door wil rijden? Ja, en dit moest Roderick dus ook echt leren om dus wat meer afstand van zijn voorlicht te hebben. Want hij gaat al normaliter ging Roderick. Laat het zo meteen zien als je dat zou kunnen. Als hij nou niet weer iedere keer gelijk op groen gaat. Wat je dus in principe normaal had gedaan. Dus zo dicht mogelijk op. Om juist ruimte te... Verkwarte files. Nou, dit en dit deed Roderick dus altijd. Opletten. Ja, doe maar. Even laten zien wat je dus altijd deed. Gewoon er zo dicht mogelijk erbovenop eigenlijk. Dat je dus eigenlijk zijn hele achterbumper niet meer zag. Dat deed dus Roderick altijd. Ja, en dan gaan we nog even naar die boot. Ik weet niet waar het allemaal op slaat aan deze informatie. Huh? Bordje Mac is er al. Ja, maar die was er al. Ja, ik ga zo eventjes de Mac even filmen hoe ver we zijn. Het is alweer groen, dus ik moet weer draaien. Zichtbaar. Nou, de ingang is inderdaad zichtbaar wat Ro al zei, maar dat hoorden jullie waarschijnlijk net niet. Deelt, ja. Dit is ook aardig vlak aan het worden, maar dat was het al. Kijk, de M van de McDonald's staat er al. Je ziet nog één dikke puinhoop en het moet 1 augustus open gaan. Nou, heb jij daar goede bedoelingen mee? Nou ja, goede bedoelingen mee, maar waarom staat hier weer oversteken bij? Waarom fietsers oversteken, denk ik, ja. Omdat hier geen fietspad is, natuurlijk. Niet. Hey mensen, we zijn er weer. Gisteravond ook al even wat op te halen. Geld ophalen bij de Jumbo. Als je dus zegeltjes spaart, kun je geld ophalen. Zo, dat is een oude, die blauwe. Sowieso. Dat is een oude, dat is een Mustang, joh. Wauw. Dank om mussen mee te vangen. Oh ja, knal hem hier lekker neer. Hier is dat. En hier is ook nog plek. Ja. En daar is ook nog plek helemaal voorin. Ja.
Dat is goed. Roderick loopt al achter me hoor, natuurlijk. Hij heeft wel. Hij heeft wel. Oh, lekker hier. Oh, heerlijk. Lekker. Ja. Helemaal geweldig, helemaal top. Hij doet het weer. Ja, hij doet het weer. Roderick komt ergens anders achter me aan of hij gaat met de lift. Dus even kijken wat hij gaat doen. Waarschijnlijk met de lift. Ja hoor, hij gaat met de lift. Het zal me niet zo wezen zijn. Ga met de lift. Te kijken wie sneller is. Nou, dat ben ik. Verder. Of hij sneller kan ook. Ja, Roderick is sowieso sneller. Want hij gaat sowieso met de lift. Ja. Oh, kijk. Hij is al beneden hoor. Meneer weet wel. Ja hoor. Hij is gewoon beneden. Kijk. Daar loopt hij alweer. Hij is gewoon weer sneller. Ja, waar ik net aan dacht, ik ben lekker en gevaarlijk bezig. Ja, handig. Nee, maar lief, ik ben lekker en gevaarlijk bezig op en op de roltrap. Wat zou jij willen hebben? Wat in deze winkel staat? Nee, wat jij wil hebben? Binnen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Ja, doe maar in mijn mandje. Was er nog één. Wat ga jij nou weer doen dan? Surfen. Met wat? Roltrap surfen, sterk. Maar ik ga jou zo meteen even interviewen over wat je net hebt gedaan. Ik heb niks gedaan. Eerst hulp verleend. Dat is niks doen. Dat is niks doen. Dat is niks doen. Ja, tuurlijk. Jij gaat die handtas ook nog de wikkel gooien. We hebben iets heel moois gekregen namelijk. Joepie! Joehoe! We sporen niet helemaal, maar oké, maakt niet uit. Ja, kom maar met dat karretje. Vette dikke sluipreclame met die lees. Vette dikke sluipreclame. Bedankt, hè? Dit hoor. Jij gaat achter je. Kijk uit achter je. Ik heb geen losse veters. Nee, ik heb geen losse veters. Aan je bek. Tegen mij, ja? Altijd. Nee, mooi. Hou zo. Vonden wij deze garage al groot. Maar elders hier aan deze verderop is het nog groter. Helemaal groter. Mag ik meeliften, meneer? Dank u, meneer. Dank u. Waar wilt u naartoe? Naar huis? Doe maar even naar uw ouders om even wat af te geven. Okay. Iets over te geven of af te geven? Hè? Huh? Overgeven of afgeven? Even afgeven. Het geeft af. Ja. Precies. Nee, en we wouden dus even vlees halen bij de visafdeling. Dat is leuk. Die lekkere visstokjes die ik lekker vind. Toen was er een Nee! Wat gloeiende. Ja, kijk wat weer. Oké, fijn dit. Zandig. Oh, en nu? Ik moet even wachten. Niemand komt het over te doen. Oh mijn god. Ik wacht wel even. Oh, huh? Ja, je kan... Oké, huh? Oké. Huh? Jongens, dus hier even iets aan. Kom. Oké. Yep. Oké. De eerste keer dat ik dat zag was blinde paniek. Van wat nu weer? Ja, dat begrijp ik. Zo, en Roderick even de boel even laten opknappen. Nou, even werken, kring. Thank you.
Nee hoor jongens, grapje. Want we hebben net even namelijk de caviakooi verschoond. Saapjes. Ja, en hoe ga je daar nou weer komen, hè, vriend? Ja, je kan op het huisje klimmen, dus hier doet je ding maar. Ik zag al net even hoe die het snel deed, trouwens. Bijna. Doe het huisje even, dingetje even open. Ja, lieve familie, vrienden, kennissen, volgers, wat dan ook. Het maakt niet uit. Nee. Ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik zal deze eindstukje eventjes ook bij anderen er even in doen. Want ik ben een paar dagen vergeten om het eindstukje te doen. Handig. Maar ja, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vinden jullie deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het belletje aan. Abonneer. Lekker. Gewoon eerst even abonneren op dat belletje. Duimpje omhoog. En laat gewoon een leuke reactie achter. Want dan krijg je gewoon geheid een leuke reactie terug. Of gewoon een commentaar. Want dat is onze motto. Dus dankjewel. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei.